Welkom bij de persconferentie afgelopen van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Excelsior. Heb ik graag het woord aan Mitchell van der Graaf, trainer van Excelsior. Ja, uitermate tevreden met de overwinning. Als ik puur naar het spel kijk, dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik op de eerste 25 minuten na vond ik ons redelijk voetballen. We geven de eerste goal weg. We kwamen gelukkig snel weer terug in die wedstrijd. Dus dat scheelde wel. De tweede goal geven we eigenlijk ook weg. Een domme penalty weggegeven. De bal die kwam bijna onder de grond. En voordat hij bij de tweede paal was, dan waren we een aantal jaren bezig. Dus het was een hele domme overtreding. Ja, dan komen we misschien uit het niets op de 2-2. Gelijk maken, net voor rust. Nou, dat is prima de rust ingaan. Tweede helft vond ik ons minder spelen. Ik vond ons verdedigend redelijk. Vond dat de voorzetten te makkelijk konden komen. Sparta die combineerde wat makkelijker dan wij deden zonder al te grote kansen. Alleen kans met Stanley die bal voorlang schoot door een... Hij schoot door de benen van een verdediger van Sparta. En ja, in de 83e minuut of zo een geweldige kans voor Duarte. En ik moet eerlijk zeggen, ik telde hem al. Ja, die pakt Theo er geweldig uit. Daarna weer een voorzet, ook bij de tweede paal, die niemand binnenloopt. Ja, en dan krijgen we met een uitval een vrije trap. En dan hebben we een aantal specialisten, waaronder Anouar. En die bal geweldig binnenschiet. En dan win je hem hier. Ik denk, als je puur naar de wedstrijd kijkt, krijg je te veel. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Alleen, ja, dat maakt het enthousiasme er niet minder om dat we hier met 3 punten weggaan. Dus wat dat betreft, veerkracht van de ploeg gezien. Stabiel, stoïcijns, ondanks de achterstand. Ondanks dat we de tweede helft bij Vlagen moeilijk hadden. Met de vele voorzetten en dat we er niet onder de druk vandaan konden komen. En dan zie je toch dat het team volwassen is geworden en daar met de situatie mee om kan gaan. Af en toe een klein beetje geluk, maar dat heb je er ook bij nodig. Dus zeer tevreden met de overwinning gelijk na de winterstop. En bij een moeilijke tegenstander en weer in een derby. Dus wat dat betreft een prima overwinning. Dank Mitchell. Heb je het woord aan Dick Advocaat? Ja, het is altijd moeilijk na zo'n wedstrijd om de juiste woorden te vinden. Want uiteindelijk verlies je weer. Dat is de tweede wedstrijd, thuiswedstrijd. En ik zeg altijd, als je thuiswedstrijd, dan moet je echt je punten pakken. In 2 wedstrijden hebben we het geprobeerd. In 2 wedstrijden hebben we geen punt gepakt. Dus we moeten onszelf afvragen, waar ligt het aan? Heeft het te maken met de instelling van de spelers? Heeft het met de tactiek te maken? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat die spelers alles geven wat ze hebben. Kan niet veel beter. Er zit veel kracht in. Dat zag je ook dat Excelsior toch op bepaalde momenten wat meer routine heeft. Wat meer geduld heeft. Staat natuurlijk er ook 10 punten voor. Toch ook wat meer spelers heeft die wat langer meespelen in die Eredivisie. Dan zie je dat je op een gegeven moment toch niet beloond wordt. Vind ik dan door het spel in de tweede helft. En... ja, nogmaals, dit wordt gewoon een hele moeilijke klus. Ik kan die jongens niet veel verwijten. Dat is het erge. Maar die kansen die we krijgen, die moeten benut worden. En dat gebeurde tegen Vitesse en dat gebeurt nu weer. Ja, heeft dat met de jeugd te maken? Dan moeten we ons afvragen. Is het aanvallend? Geloof ik niet. Want beide ploegen hebben op zich weinig kansen gecreëerd. Omdat Excelsior op zich niet zo hoefde. En wij moesten. Nou, dan zie je... 2 vrije trappen zijn 2 doelpunten. En je staat 1-0 voor, het wordt direct 1-1. Je staat 2-1 voor, 2 minuten voor het wordt 2-2. En over die 3-2 hoef ik maar helemaal niks te zeggen. Dus we zullen echt weer moeten zorgen dat we er vrijdag staan. En dit weer toch weer snel vergeten, want je moet verder. En kijken waar je op het einde staat. Ja, dankjewel Dick. Heeft iemand nog een vraag voor 1 van de 2? Chris Tempelman voor Moor International. Meneer Advocaat, u noemt geroutineerde spelers bij Excelsior. Zijn dat juist de spelers die eigenlijk niet extra... Nou ja, je ziet een jongen als Van Duinen, die kennen we allemaal goed. Die zie je op het einde dus die actie maken en die wordt onderuit gehaald. En dan komt hij vrije trap. Dat is ook een kwaliteit op snelheid. 2 mensen wegzetten, wordt onderuit gehaald. En dan weet hij, het is tijd en je krijgt een vrije trap. Dat kan je als verdediger ook op een andere manier oplossen. Nou, dat is de routine ook van Duinen, het type speler wat hij is. Gaat op iedere bal, heeft dreiging. Het is niet allemaal even Messi-achtig, maar voor je helftal van grote waarde. Absoluut. Dus
Nou, en dat zie je dezelfde met linksbuiten, hoe heet het ook? Luigi Bruins. Dat zie je ook. Die wordt eruit gehaald, dat duurde 5 minuten geloof ik. Die gaf iedereen nog even een aai en een zoen. En ja, dat is ook de kwaliteit en de routine wat je hebt. Maar ook in het spel. En moet de man die er dan in komt houden? Ook, idem dito. Ja, dus dat hebben wij. Dus wij hebben nog wel te veel jonge jongens die dat allemaal nog moeten meemaken. Is mogelijk om dat soort jongens er nog bij te krijgen? Een routiniers bedoel je? Ja, dat soort type spelers. Nou, we zullen sowieso geen jonge spelers meer halen. Die hebben we genoeg. Ja, nou ja, dat is ook moeilijk. Ik heb tegen de jongens echt gezegd, voor de wedstrijd, jongens, wij hoeven voor Excelsior niet om te doen. Onder Mitchell doen ze het echt geweldig, moet ik zeggen. Ze staan daar, ze weten wat ze willen. Ik heb een beetje de bravoure gespeeld, jongens, dat kunnen wij ook, wat Excelsior doet. We spelen thuis, laat het zien. Nou, ik vind dat ze dat gedaan hebben. Dat kan ik ze niet verwijten, dat meen ik echt. Want ik zou de eerste zijn als ze het niet zouden doen, om te zeggen van, joh, wat ben je aan het doen? Dus die zitten ook echt met een mokerslag, zitten ze in die kleedkamer. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus we moeten toch, ondanks alles, toch kijken van als Excelsior het kan, waarvoor kunnen wij het niet. Dus met alle respect voor Excelsior. En dan lijkt me voor het trainer ook het moeilijkste, want iedereen heeft dat gevoel een beetje van, hè? Sparta dominant, de eerste helft. En dat je dan toch... Ik vond de tweede helft meer dan de eerste helft. Ja, nee, maar wat moet je dan als trainer ook doen om... Ja, dat is een goede vraag. Want die kansen die je krijgt op dit niveau, ja, die moeten er echt in. En waar ligt het dan aan? Ja. Is het aanvallend? Zakken we te ver? Qua spel ziet het er allemaal best redelijk uit. Maar je wint niet. Dus dat is moeilijk. Daar is moeilijk achter te komen. Ik denk dat er wel wat aan te merken, toch? Nou, je redeneert vanuit de kwaliteit die spelers hebben. Die zijn hier. En daar moet je mee werken. Nou, dan weet je dat ze pluspunten hebben en een paar punten qua snelheid wat ze niet hebben. Ja, maar ik heb geen andere. Nee. Dus kun je het eruit krijgen? Want wat zeg je? Kunt u het eruit krijgen? Want die eerste borden staan gewoon buiten slapen. Nou, omdat toch te veel spelers kijken van oké, Mitchell is mijn man. Als hij mij niet maakt en die bal stuit het in het midden en die van Excelsior, hetzelfde bij de vrije trap. 4 spelers van Excelsior gaan door en 2 spelers van ons lopen. Ja, waarom loop jij niet eerder? Dus... Het is allemaal te makkelijk. Wij kunnen niet zeggen, Jantje, Pietje, Klaas. Nee, ja, dit is wat we hebben. We hebben niet meer smaken. Maar ondanks dat, zowel Vitesse, zowel Excelsior hebben niet veel kansen gecreëerd vanuit het spel. Dus dan doen ze het ook nog niet eens zo slecht. Maar je verliest. Heeft dan verder nog iemand een vraag? Dan wens ik u wel nog een fijne dag. Ik weet wat gezegd is.